Jongens, dames en heren, we zijn wedergekeerd in het prachtige contentveen. En we staan in mijn chestroom die ik vorige aflevering helemaal mooi heb gemaakt. Samen met wat andere ruimtes die eindelijk ook een keertje af zijn. Oh, wat is hier toch weer mooi. Maar goed, wat leuk dat jullie er weer zijn. Voordat deze video begint... In ander nieuws, alle itemframes heb ik weggehaald en verplaatst voor signs. Dit is misschien een beetje ouderwets. Maar het zorgt ervoor dat ik veel minder lag heb en dat alles er wat soepeler uitziet en zo. Dus vandaar. En op zich, het ziet er wel leuker uit, moet ik eerlijk zeggen, dan al die itemframes dit. Gewoon wat, ja, het past wat beter bij de stijl. Vandaag wil ik verder gaan met het interieur van het kasteel. Ik wil de onderkant af hebben. Ik wil de laatste dingen op deze verdieping af hebben. En ik wil het hele dakterras hier bijvoorbeeld afmaken en bovenop. Gaat heel veel werk zijn. Maar dat is de planning voor vandaag. Maar goed, voordat wij dat gaan doen, wil ik heel even een cadeautje achterlaten bij onze nieuwe vriend. Onze nieuwe vriend, jullie kennen hem al. Het is Justin. Justin is op een nieuwe plek gaan wonen. Hij heeft een nieuw dorp gestart. Hij heeft de koude koninkrijk heeft hij achter zich gelaten. Hij dacht, weet je, ik wil op een nieuwe plek wonen. Ik ga een nieuw leven starten. Zij is een nieuwe koning in Contentveen. Van een nieuw koninkrijk. Ik weet nog niet hoe het heet. Ik weet nog niet wat... Hij joined letterlijk de game. Wat toevallig! Laten we even gedag zeggen en een cadeautje geven aan hem. Ik denk dat dat zo leuk is, want ik wil hem te vriend houden. In verband met dat ik geen gedoe wil krijgen of weet ik wat allemaal. Gegroet. Gegroet, Justin. Kijk, we zijn aangekomen. Dit is wat hij tot nu toe heeft. Het is een, een dorpje. Rick joint ook. Rick Vos, koning van Vorden. Slecht koninkrijk gesteld. Goed, laten wij even een cadeautje hier achterlaten in zijn huisje zo. Dan doen we één netherite. Doen we overal, doen we amethyst poepzooi zo. Oh, ik heb gewoon precies genoeg bij me. Dan met een sign erop van mij. Met een hartje. Zou hij wel weten dat het van mij moet zijn, toch? Justin woont echt op een hele mooie plek, jongens. Zoals je kan zien hier. Kijk hoe mooi dit is. Dit waterplekje hier, dat ziet er zo ontzettend mooi uit, hè. Daar is hij. Justin is er. Kijk, laten we hem eens even bespioneren. We gaan hem eens bespioneren, kijk. Kijk hoe lang het duurt voordat hij doorheeft dat ik er ben. Hoe lang zou het duren? Kijk, wat gaat Justin doen? Wat is hij? Wat voor koning is hij? Wat zou hij allemaal gaan uitvoeren als hij niet doorheeft dat er iemand naar hem staat te kijken? Hij is een huis aan het bouwen, dat weten we inmiddels. Maar ik ben benieuwd wat hij hier allemaal gaat doen. Daar kan je zoveel mooie dingen doen aan het meer. Kijk, hij gaat omhoog bouwen. Hij gaat gewoon verder bouwen met zijn huisje. Laten we één vuurwerkje afsteken. Kijk of hij het doorheeft. Hier. Kijk deze kant op. Hier, wacht, kijk zo. Oh, kut. Nee, hij kan mijn lantaarn op mijn hoofd zien. Nee, hij kan mijn licht zien. Hallo. Ik kwam een cadeautje brengen. Het ligt midden in je basis. Wat? Ja, ik heb een cadeautje gebracht. Oh. Voor jou. Nee. Ja, voor jou. Kijk. Die heb ik helemaal voor jou gemaakt. Ja, ga maar kijken. Ga maar kijken wat het is. Oh. Goed, hè? Het is voor jou. Ja. Die amethyst, ja, dat heb je niet zoveel. Maar het gaat vooral om die netherite ingot. Die heb ik helemaal voor jou. Ja, gewoon. Als goed gebaar van je nieuwe koninkrijk. Om je welvaart toe te wensen. Wat vind je van mijn ongelooflijk mooi huis? Ja, onderweg. Ik vind het serieus het ontwerp wel leuk. Nou, doei. Wat is er? Wacht, ja? Mag ik binnenkort jouw Elytra een keer lenen? Waarom? Andere Elytra op te halen. Maar als je... Stel, hij gaat stuk, dan vergeef ik je het nooit, oké? Nee, dat snap ik. Oké, prima. Alright, laten wij nu weer terug naar huis gaan, want daar wachten Rick en Noah op mij, want die hadden een voorstel, zeiden ze. Ik heb geen idee wat voor voorstel zij willen, maar ze zeiden dat ze wat wilden bespreken of zo met me. Kijk, daar hebben we Floor. Hallo, Floor. We zijn in de vergaderruimte, laten we even zitten en dan wachten. Oh, deze stoel werkt niet, laten we zitten. Deze stoel werkt ook niet. Ze werken allemaal niet. Laten we even zitten en wachten. Nee. Wow, je hebt je voice chat aan. Goed, hè? Ja. Ik ben wel benieuwd wat ze gaan zeggen. Ja, ik ben benieuwd wat ze te zeggen hebben, inderdaad. We zijn er. Ah, nee! Oh. Trek die outfit uit! Trek hem uit! Dat is hier niet toegestaan met een kroon. Een kroon en al is hier niet toegestaan. Nee. Rick Forrest van King of Forrest. Gadverdamme, wat heb jij een lelijke outfit. Ga zitten. Je bent niet meer waard dan ons. Je moet goed zo wel zitten. Wow! Maar welkom. Dankjewel. Noah, ik zie dat jij ook je outfit hebt aangepast naar... Ja, vind je hem leuk? Ik weet niet wat het is, maar het ziet er goed uit. Ze heeft een axolotl vermoord en op haar hoofd gezet. Is dat waar? Niet vermoord. Dat is niet waar. Hij was dood toen we hem aantroffen. Oh, oké, dat kan gebeuren. Zeg het eens. Het is een hele lange tijd geleden dat ik hier ben geweest in het prachtige... Hoe heet je land eigenlijk? Kingdom groter dan Vorden.
Nee, het heeft Kingdom Content, jongen. Altijd al. Ja, ga maar weg. Kingdom Content, dat was het. Voren brokkelt af. Je hebt het gezien. Het is niks meer. Het is zwak. Het is zwak. De ezel is dood. Chrisje en vis 1 is dood, heb ik net gezien. En het is dramatisch. Ja, dat weet ik al lang. Het is nooit zo ver gegroeid als dat mijn koninkrijk is. Precies. Kijk, ja, laat me zitten trouwens. Nee, en Hero is de, hoe heet die ook weer, Zandwicht? De Zandwicht is dit, ja. De Zandwicht. Ja. De Zandwicht. Er is een zandstorm geweest, alles is voorbij. ja. Nee, dat is niet helemaal waar. Het is niet allemaal voorbij. Maar het is een beetje leeg in mijn dorp. Het is uitgestorven. Ja, dat snap ik. Dus, ik kom het kasteel overnemen. Auw. Nee. Nee, dat is een geintje. Nee, ik wil prima mijn kroon afdoen in ruil dat ik hier mag komen wonen samen met Nootje. Jullie willen hier wonen? Ja. Ga even weg, ik wil even met Floor bespreken. Floor is mijn assistent. Wat wil je? Dus. ik vind prima. Ja, maar er moeten een paar regeltjes komen voor hun, extra regeltjes. Vooral voor Rick. Ja, vind ik ook. Zijn kroon moet weg, die moet hij inleveren. Ja, en hij moet niet een huis gaan bouwen. Hij moet een huis krijgen. Ja. En hij moet altijd 24/7 onder toezicht zijn. Hij moet altijd iemand hebben die hem in de gaten houdt en zo. Ik hoor ze gewoon fluisteren. Ja, ze horen ons ook gewoon. Het was ook niet echt fluisteren. Nee, kom maar. Ga maar zitten. Ik vind het prima als jullie hier komen wonen. Wil ik dat je nu je kroon inlevert. Nu per direct. Ik wil je kale hoofd zien. Ik wil je kale hoofd zien. Dit vind ik wel wat hoor. Oké. Gast, als ik een vliegtuig had, kon ik er echt 10 parkeren op je voorhoofd. Waarom zit je ogen zo laag? Maar prima, jullie mogen hier komen wonen. Ik kan jullie een tijdelijk huis aanbieden en dan kunnen we later gaan praten over dat jullie je eigen huis mogen bouwen als jullie dat willen. Yes! Maar, wederom, er wordt altijd toezicht gehouden. Zeker met een huisbouw moet je contact opnemen. Je moet je voorbeeld laten zien. Je moet je inspiratie laten zien. We gaan over blokken praten. God, kost geld, vooral voor jou. Kost geen geld. Kijk, kom maar. Ik kan jullie wel een huis aanbieden. Willen jullie in het nieuwe gedeelte waar tegenwoordig altijd iedereen rondloopt, of in het oude gedeelte waar het een beetje laggy is? Nieuwe gedeelte. Daar, dat dacht ik al, nieuwe gedeelte. Heb je die light? Nee, hè? Nee, één dingetje. Nou? Mag ik misschien dat mijn kale hoofd er echt niet uitzien, alleen voor nu nog even mijn kroon? Ik wil dat je kroon afhoudt, Rick. Nee! Oké, kom maar, meet me daar bij de pizzeria van Po. Zo. We hebben hier een specifiek aantal huizen. We hebben hier de pizzeria van Po, die is bezet. We hebben hier het FBI-gebouw van Frank Boudewijn Impelmans, die is ook al bezet. Hier woont Fred. Fred de robot. Fred houdt van groen, dus als je hier langskomt en je ziet hem een keer, geef hem groen. Hier woont Julian, oftewel van Po's Pizzeria. Die woont hier, die woont op huis nummer 7. Dan hebben we hier huis nummer 9, hier woont Tony. Tony is dat, daar. Dit is Tony, dit mannetje. Dan hebben we hier, dit is nog vrij. Dit heeft zijn eigen, Deze is nog vrij, nummer 11. En nummer, het zal 12 zijn. Ja. Nee, 13. 13 is ook nog vrij. Maar één reglement, als je op deze straat woont, dan moet je altijd deze even bijhouden op dit niveau. Zo. Oké. Ja? Oké. Wacht, kijk eens omhoog, Rick. 13 is het grootste. Kijk eens omhoog. Wat zei je? Kijk eens omhoog. Gadverdamme, je skin is niet correct. Nee, dat meen je. Nee, ja. Waar? Ja. Oké, maar deze twee zijn vrij. Dan verder, als jullie even meelopen, gezellig. Hier wordt aangebouwd. Die heeft René nog niet af. Maar dit is gewoon van haar uiteindelijk. Dan hier, aan deze kant, waar het nog donker is op het moment, krijgen we nog een rijtjeshuis. 2 of 3 huisjes. Ik denk 2 hier. En in het hoekje komt nog een huisje. Die worden nog gebouwd. Dus, maar stel jullie vinden dit een hele mooie plek, dan kan je hier ook wonen. Woon je dichter bij mij, dichter in het kasteel. Ja, dat wil ik niet. dan verder, als jullie nog even meelopen. Dus zeg maar, het is nog allemaal in aanbouw heel veel. Dan hierboven, hier komt ook een huis. Dit heb je een losstaand huis, vrijstaand. Dan heb je hier komt ook een vrijstaand huis. Dan gaan we eventjes verder. Hebben we hier het huis van de zandheks. Die heeft hij gebouwd. En dan deze. Floor, die heb jij gebouwd. Ja, daarnaast komt ook nog een huis trouwens. Maar dit. Deze heeft Floor gebouwd. Floor, dit is, jij hebt recht op dit huis. Wat wil je hiermee? Dat weet je nog niet. Ik geef je een stevige handdruk. Nee, deze, zelf in gaan wonen. Deze is dus niet bezet, of niet vrij. Maar goed, dan hebben jullie keuze uit dat gebied daar of het huis die nog gebouwd moet worden. Mogen wij ook? Hey. Ik hoor een zombie. Ja, ik ook. Dat was die zombie. Hij is hier!
Maar, wat wij vragen, mag ik ook? Mag ik ook nu in één zo'n huisje wonen? Ja. En dan uiteindelijk als hero, was dat ergens hier beneden of zo, zo'n prachtig vrijstadhuisje staan. Dat ik dan mag oververhuizen. Dat mag. En dan kan je misschien zoals als je wilt zelf bouwen, tenzij je daar geen zin in hebt. Maar wel met overleg. Ja, nee, dat komt goed. Ja, ja, we willen wel bouwen, denk ik. Nee, oké, dat is prima. Dat is goed. Oké, dan kunnen jullie twee rechters, dan kunnen jullie buren zijn van elkaar. Ik zou wel snel zijn, want de rechter is groter. Dus degene die ik wil. Ga de rechter claimen! Nee! 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 Hoe gerecht is voor mij? Nou. Kijk ze naar. Rick is eerder bij de rechter. Ja, dat heb ik al. Dat ze eigenlijk moeten pranken dat de linker groter was. Ja, maar dat zie je toch? Nee, de rechter is duidelijk. Kijk, nou, ze mogen het zelf uitvechten. Nou, we hebben wel twee nieuwe inwoners nu. Ik weet niet of we er blij mee moeten zijn. Straks overal abonneer bij Rick Voort. Ja, nou, die staat zit er weer overal. Komen we net ook weer één tegen. Maar het is wel leuk. We hebben in ieder geval twee nieuwe inwoners. Dat is mooi. Ze zijn nu al boven. Ik zag al de raampjes opengaan en zo. Hoe komt Rick ineens in die armor? Had hij die al? Weet je? Die had hij al. Nou, ze gaan nu dat andere huis bekijken. Het is heel leuk om dit zonder geluid te horen, weet je. Dat je ze gewoon een beetje... ziet ze, je kan ze maar zelf bedenken wat ze zeggen erbij, weet je. Maar je kan er nog vet erg uitbreiden, want je kan gewoon in die muur gaan graven. Ja, het is trouwens een scam. Die toren die je ziet, die hoort bij het linkerhuis, niet het rechterhuis, hè. Dat valt alleen bijna niet op. Maar dat kleine torentje in het midden, die hoort bij het linkerhuis. Oh ja, ik zie hem lopen, ja. Dat is gek, hè? Ja, het lijkt alsof je bij het rechterhuis hoort. Ja. Dus misschien is het linkerhuis wel groter. Nou, ze zoeken het zelf maar uit. Zo jongens, wat een gezelligheid dat Rick en Noah ineens bij ons komen wonen. Laat even weten in de reacties wat jij ervan vindt. Vinden jullie het leuk dat ze bij ons komen wonen? Ik denk het al. Ik denk dat jullie dat serieus ook wel leuk vinden. Maar, in ander nieuws... Ik kom uit Chester in en ik zie hier 4 shulkerboxen staan met hier speciale shulkers die je bij je kan houden, zodat je niet overal chests hoeft te plaatsen. Zo blijft het netjes en hoef ik het niet allemaal op te ruimen. Groetjes, Floor. Jongens, Floor heeft alle kisten die overal verspreid waren door het dorp. Er lagen letterlijk overal lage kisten. Helemaal met allemaal troepen erin en zo. En Floor heeft het allemaal netjes opgeruimd. Ik heb er 10 diamonds voor betaald. Maar nu heeft ze speciale shulkerboxen voor me gemaakt. Die ik dan bij me kan houden met gewoon spulletjes erin. Die ik dan kan gebruiken met bouwen. Dus laten we dat dan ook gewoon een keertje doen. Laten we kijken hoe lang wij netjes kunnen leven, jongens. Ik ben heel benieuwd. Maar goed, laten wij de progressie van de basis even verder voortzetten. En dan ook gewoon gelijk afproberen te maken. Want ik hoop dat het kasteel dan een keertje gewoon afgevinkt wordt. Gewoon pachin. En dat betekent dat elke keer als ik hier binnenkom, dat ik gewoon tevreden ben. Ik heb nu altijd als ik hier beneden loop, dan... Ik zei het vorige aflevering ook al. Ik ben gewoon nooit tevreden. Zeker nu met het plafond ook hier en zo. En de mistapijt en weet ik veel wat allemaal. Het is gewoon... Het is het net niet. Het is het gewoon allemaal net niet. En dat vind ik jammer. Maar dat komt omdat het gewoon nog niet af is. Ik bedoel, zodra het af is, dan is het allemaal net wel natuurlijk. Dus laten wij beginnen met een timelapse voor de onderste verdieping. En hopelijk de verdieping daarboven gelijk helemaal. En ik hoop deze keer echt alles af te kunnen krijgen in één keer. Ik heb meer tijd nu. Ik heb meer tijd dan dat ik vorige video had. Veel plezier met kijken naar deze timelapse. Vergeet niet te liken. We gaan voor 5000 likes. Halen we het niet, dan heb je zo'n groot probleem. Reageer even aardappelstampot. Veel plezier!
jongens, we zijn wedergekeerd van een prachtige timelapse. Het is inmiddels 24 uur verder sinds dat ik begonnen ben met de timelapse. Het heeft me heel veel werk, heel veel tijd en heel veel diamonds gekost. En dan vraag je af, Max, waarom diamonds? Maar kijk, ik heb nog maar 14 diamonds. Dat omdat ik zoveel dingen heb moeten kopen qua details. Dit soort blokken, barrels, wol, lanterns. Ik heb zoveel moeten kopen omdat het zo duur is allemaal, al die blokken. Oh mijn god, maar het ziet er wel heel mooi uit. Floor, Julian, Noah en Rick zijn ook online. Eigenlijk volgens mij toevallig gisteren ook. Wat voor jullie 3 minuten geleden is. Maar goed, laat ik even een rondleiding geven met wat ik allemaal gemaakt heb. En dan beginnen we gewoon beneden natuurlijk op de standaard plek waar je altijd binnenkomt, namelijk de troonzaal. Kijk eens aan, hé, boom, hoppakee. De troonzaal is eindelijk helemaal af, jongens. Ik hoef er niks meer aan te doen. Ik ben tevreden met het eindresultaat. Ik heb wat hout toegevoegd aan de vloer. Ik heb een type gemaakt hier. Ik heb armor stands toegevoegd, blaadjes, wat extra lichtjes, kaarsjes en heel veel goud hierachter. Wie is dit? Dat is Floor. We zijn klaar, Maxi, zegt Rick. Uh-oh. Jongens, het is tijd om zometeen een huisinspectie te doen bij Rick en Noah. En ze zeiden dat ik nog heel even moest wachten. Kijk, daar loopt Julian ook. Ze zeiden dat ik nog heel even moest wachten en daarna mocht ik erheen. Dat gaan we dus zo ook eens even doen. Maar goed, dit ziet er dus eindelijk een keertje hartstikke goed uit. En ik ben er echt heel blij mee. Dan vervolgens hier heb ik dit altaartje gemaakt. Het lijkt een soort, ja, kerkachtig altaartje. Ik weet niet waarom, maar het heeft een soort gelovig gevoel. Zeker omdat het glas vandaar ook precies daar zo op schijnt. Maar hier buitenom ziet het er een keertje leuk uit. Wat is dat? Oh, laat maar. Ik dacht dat ik het random zag. Hier hebben we boekenkasten. Gewoon puur voor versiering. Dat het hier naartoe gaat. Ik heb de deuren een beetje aangepast hier. Ik heb het kamertje bij Bonky heb ik ook een keer ingericht. Daar heb ik namelijk een soort storage room van gemaakt. Bonky, ben je er blij mee? Je ligt lekker in bed. Hè? Ik weet het. Wacht, daar ligt hij. Kijk. Maar goed, dit is een mooie storage plek. Dan, waar ik echt heel trots op ben, daar gaan we even heen lopen, jongens. Oh, wacht trouwens, voordat ik dat ga laten zien. Ik heb de soort van woonkamer heb ik ook aangepast. Die vond ik toch niet helemaal mooi. En nu oogt deze kamer zoveel gezelliger dan dat die eerst was. Er stond hier een tafeltje met stoelen, hier ook een tafeltje, weet ik wat allemaal. Maar nu klopt het gewoon. Deze ruimte is eindelijk af. En de doorgang is ook kleiner. Die was eerst veel groter, maar die heb ik kleiner gemaakt. Maar dan nu heb ik een hele nieuwe trap toegevoegd aan het kasteel. We hebben hier links een soort opslag. Nog een keer. Moet gewoon veel opslag zijn om kamers te vullen. Ik bedoel, ik heb zoveel kamers. Wat moet ik ermee? Maar dan hier kom je bij een heel trappenhuis terecht. Moet je zien. Wacht, misschien dat dit mooi is. Dat ik zo kan rondlopen. Zo. Ja, kijk. Hier komen we bij een mooi trappenhuis terecht. Dan gaan we hier omhoog. Dan kom je hier in een soort, ja, halletje terecht. En dat halletje is aangesloten aan deze ruimte. Namelijk weer de grote troonzaal. Maar dan boven. Heel veel armor stands zoals hier zijn nog leeg. Die moet ik nog een keertje vullen. Maar kijk, kijk dan jongens hoe leuk dit eruit ziet. Het ziet er toch zo ontzettend mooi uit. Ik ben er echt heel blij mee. Oh, zo blij. Dan kunnen we vervolgens hier omhoog gaan zo met het trappetje. Dan komen we in een, ja, wat is het? Weer een halletje uit. Met een mooi balkonnetje. Het uitzicht op Floorderhuis en gewoon de rest van de stad. Kijk, de arena bijvoorbeeld, die zien we prachtig vanaf hier. Hallo, arena. Dan hier hebben wij vervolgens een mini slaapkamer voor degene die straf krijgt. Die moet hier slapen. Dan gaan we weer een trappetje verder omhoog nemen. Dan komen we in één keer in deze grote ruimte. Dat je denkt van, het was allemaal zo krap. Maar ineens is het weer mega groot hier. Hier hebben we meerdere slaapkamers. Slaapkamer 1, slaapkamer 2, logeerkamer. De logeerkamers zelf zijn nog niet af, jongens. Wederom, ik wilde alles afmaken. Maar op een gegeven moment, ik dacht, ik moet even wat anders doen. Ik was zo lang al hiermee bezig. En de video moet ook natuurlijk nog online komen. Maar maakt niet uit. Dat gaan we volgende keer dan doen. In ieder geval, je hebt hier ook een leuk balkonnetje met precies op de hoofdstraat kan je kijken. Zo die natuurlijk hier nog een mooi standbeeld moet komen. Huis, 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 bla bla bla. Dan aan de andere kant hebben we dat ook. Precies hetzelfde. Dat je hier weer een logeerkamer hebt. Hier nog een logeerkamer. En dan hier hebben we uitzicht op, ja, gewoon het kasteel en misschien een beetje Renéderhuis en zo. Deze logeerkamers zijn ook nog niet gemaakt. Moet ik ook nog doen. Dan vervolgens deze ruimte hier is nog niet af. Deze ruimte hier is nog niet af. Maar we hebben wel een heel mooi dakterras waar ik net natuurlijk stond. Dat ziet er eindelijk een keertje leuk uit. Wederom met een soort kapotachtig tapijt. Wat ik vorige aflevering ook al had gemaakt. Ik vond het wel leuk dat ik dan buiten het tapijt had neergelegd. Maar door het weer is het verslechterd. Waardoor de scheuren zitten in het tapijt. En volgens mij was dat het wel. Of dan weet ik het niet. Maar goed. Rick die zegt dat hij klaar is voor zijn, zijn huiscontrole, zijn inspectie. Want ik moet natuurlijk even als koning inspecteren of hij wel een goed genoeg huis gemaakt heeft. Dus laten we erheen gaan. Ga weg. Schap uit. Hallo? Waar zijn jullie? Oh, daar zijn jullie. Hallo. 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 Kijk, hallo. Zo, Julian, je onderhoudt het, hij doet het niet eens allemaal. Oh, kut. Nee, wacht, dat hoorde. Julian is gemute. Maar, ja. Lijkt me rond. Rick en Nootje, nummer 11. Jullie hebben huis nummer 11. Het ziet er wel heel gezellig uit dan, hier zo. Gezellig, hè? Ja, met roze plantjes, groene particles en zo. Dat ziet er goed uit. Leuk, hè? Ja, dat bedoel ik. Nou, kom, laat eens zien. Treed verder. Een mooie ingang.
Oké, een keukentje. Een middeleeuws keukentje, daar ben ik al blij mee. Floor, of, ja, Floor maakt altijd moderne keukens. Maar dat ziet er een beetje middeleeuws uit. Ja hoor, prima. Lekker. Lekker aardappel. Potator. Ik bewaar hem totdat ik trek heb, oké? Okay? Dit gelijk twee stukken eten in zijn hand. Hebberig hoor. Oké, okay, ja, dan... Oeh, wat is dit? Wat is dit voor een gekkigheid? Ah, dit is, hoe heet is Pieter. Die? Pieter? Hallo Pieter. Ja, Pieter. Kan je lekker zitten. Kan je naar Pieter kijken terwijl je in het zitten bent. Naar Pieter kijken en wie is dit? Dit is Bram. Bram? Dat is Bram. Ja, dat is Bram. Hoezo is dat Bram? voor deze niet overleefd. Maar, ze is ineens Bram dood. Dat is het mysterie. Oh. Laten we verder gaan. Oké, okay, we gaan verder. Prima. Ik ga akkoord met dat Bram dood is. Hier is de jukebox. Ik heb gelukkig geen cd. Ik kan het zeggen. Muziek is heel vervelend. Ja. En dan? Oh. Hier is onze soort kleine opslag. Dit is vruchter dan ik dacht dat het was dit. Jullie hebben het groter gemaakt. Nee, wat doe je nou? Nou, okay, dan druk maar. Op de knop. Oh, dan gaat hier een doorgang open. Kijk, hier is onze echte kistenkamer. En dan hebben jullie hier een grote kistenkamer. Ja, want we hadden echt geen ruimte genoeg anders. Nee, dat snap ik. Maar het ziet er goed uit. En jullie hebben goed aan de policy gehouden van geen item frames gebruiken, want dat is laggy. Yes. Ja. Goed gedaan. Kijk eens omhoog, Rick. Je scan klopt nog steeds niet. Godzang. Oké, maar dit ziet er goed uit. Moet ik hem dicht doen, de deur? Ja, als iedereen buiten zo, ja. Oké, zo. Oké, dus dat is jullie geheime opslag. Ja. Zeker. Nou, zo geheim is hij niet meer. Ja, heel geheim is natuurlijk. Dit is meer voor de aesthetics. Ja, gewoon gezellig op. Hier ook kunnen we bidden en zo. Dat kunnen we allemaal hier doen. Oh, ja, nee, wat zit hierin? Nokia is raar, Rick is nog raarder. Ja, dat, ja. Oké. Waarschijnlijk komt er nu iets bij. Hoe zit jij daar op de grond? Je zit op carpet. Zo. Dat is nu af. Oké, en wat is hierboven? Maar het is cool, man. Er is nog een aquarium. Wat is dit voor aquarium? Ja, deze moet nog gevuld worden. Deze moet nog gevuld worden. Het water oogt heel raar blauw. Het is zielig als hier één vis in komt. Ja, dat is wel heel klein, inderdaad, dit. Ja. Ja, maar dit is voor vis nummer 2. Die is nog bij voordeur. Oh, die is onderweg. Ja, die ziet er ook leuk uit. Gewoon een leuk bedje met jullie slapen wel uit elkaar, dus het is niet romantisch of zo. Nee, het is niet. Nee, daarom zit deze tering grote lampen tussen. Als ik op zat ben, dan duw ik die lamp om. Dus dit is jouw bed, Rick. Dit is jouw bed. Ja. Nee, dit is mijn bed. Okay. En dan naar het Jan van Roem natuurlijk. Maar is er nog meer geheims? Ik heb het gevoel dat jullie nog meer geheims voor mij verbergen. Dit is het tot nu toe. Jullie verbergen niks voor mij? Nee, zeker niet. Maar dit stukje was er ook niet. Oké, dan gaan we even over de... uitgebreid. Dan gaan we het even over de belasting hebben. Oh. Wekelijks 2 diamonds per persoon. Dat stond niet in de akte van... Nee, oké, prima. Nee, jullie mogen hier gratis wonen. Dat stond niet in de huurovereenkomst. Nee, dat maakt niet uit. Jullie mogen hier gratis wonen. Wat voor spullen hebben jullie eigenlijk? Wat duurt het lang voordat hij open gaat? Ja, niet zo leuk nou, hè. Maar er is meer. Ik geloof niet dat er niet meer is. Mag ik dit blokje hier weghakken? Nee, waarom wil je dingen hakken? Wat zit hier achterin? Niks. Is het niks achterin? Ja, wacht wel. Doe maar. En daarachter? Ja, doe dan. Oh, daar zit niks, oké. Nee, zit niks. Misschien daarachter nog. Zo wantrouwig, hè, met zijn volk. Ja, dat kan niet, hoor. Ja, ik ben niet gewend aan dat jullie hier met z'n allen ineens zijn. En hoe is het met de winkel hiernaast? Hey. Zijn jullie hier winkel begonnen? Daar zijn we nog niet mee bezig geweest. Hier zijn jullie nog niet mee bezig geweest. Nee. Wat is met Tony gebeurd? Wat heb je gedaan? Waarom heeft hij zwaard ineens en... Waar is zijn hoofd? Dit is een hele logische verklaring. Nou? Justin die zegt, wat is dit? Ik zeg, nou, dit is Tony. Dus hij komt hier naartoe en hij haakt gewoon een blokje weg. Ik zeg, Justin, wat doe je nou? Toen zei hij... Dit was Tony. Oké, prima. Goed genoeg. Hé, dat vliegen ineens overal particles hier. Daar ben ik niet aan gewend. Ziet er wel leuk uit. Het is wel gezellig, al die particles hier. Maar heb ik niet meer. Die twee dingen zorgen voor al deze particles? Ja. Zoveel. Dat is zoveel particles door alleen die twee. Ja. Damn, maar het ziet er wel gezellig uit. Maar wat zou ik zeggen, we hadden ook al een plot gereserveerd, had je het gezien? Ja, ik zag het inderdaad. Jullie wilden daar een huis bouwen, daarboven. Ja. Ja, dat klopt. Nee, dat mag. Dat vind ik prima. We hadden ook al een idee. Hadden we al doorgestuurd. Doe jullie ding vooral. Gereserveerd voor Rick en Nootje. Oh, ze zijn weg. Ze horen me niet meer. Go door. Ja, sorry. Excuses. Hallo. Dit mag. Oh, dat is fijn. Mooi. 5 diamonds per persoon. Jongen. Hier is de standard chest, kunnen jullie diamonds uithalen? Ja, die zitten daar niet in. Die verrek wel.
Nee, niet. Die zit jawel, er niet in. Jawel. Jij kan echt niet liegen. Dan betaal jij maar vooruit voor Noah. Godverdorie. Nee, ze schuld aan jou. Even kijken hoor. 10 diamonds dus. Kijk. 6! Ja. Nee, dat zijn er 10. Nou, dan krijg ik er nog 4 van Noah. Prima. Zo. Oké. Okay, fijne zaken doen. Succes met jullie steenkaars. Oh. Oké. Okay. Doei! Doei. Rick, kijk eens omhoog. Nee, ik kijk niet omhoog. Nee. Rick's skin is aan de onderkant van zijn gezicht hebben we verpest. Maar goed, jongens, dan nog een dingetje. Ik zag hier weer een kist staan. Iemand heeft wederom post achtergelaten. En niet in de brievenbus. Ik heb een brievenbus, jongens. Waarom laat jullie alles zo achter? Heel veel zand. Heel veel glas. Lime dye. Green dye. En een boekje. Beste zandheks of... Oh, dit is mijn boekje. Oh, wacht, hebben ze hem ondertekend? Handtekening, zandheks. En ze hebben geen handtekening achtergelaten. Beste koning Maximilianus. Bij deze teken ik het handelsverdrag niet. Ik zou in plaats van 8 stacks zand graag 7 stacks zand willen verhandelen voor 4 stacks hout. Het verzamelen van zand kost veel tijd en de woestijn verdwijnt meer en meer. Ook ben ik onlangs verhuisd naar jouw prachtige koninkrijk, dat klopt. Dat betekent dat ik ook meer kilometers moet afleggen voordat ik in de woestijn zal zijn, dat klopt ook. Vandaar mijn schappelijke aanbod. Ik hoop op uw medewerking. En ik hoor graag van u. Uw altijd getrouwde partner in leven en dood. De zandwicht nooit. Oké, wacht. Dat vind ik prima. Ik vind 4 stacks hout voor 8... Voor 7 stacks zand ook goed. Maar ja, ik heb mijn handtekening al gezet. Dus dan moet ik er achteraan gewoon zetten. Akkoord. Laten we dit boekje even teruggeven. Laten we het droppen boven hun hoofd. Wacht, kijk. Ik heb een idee. Ik wil Tony afbreken. Daarna ga ik mooi spreken. Tony afbreken? Tony afbreken, hallo? Niemand gaat Tony afbreken. Ja, maar dit wordt onze winkel. Hij kan hier niet blijven staan. Hier, Noah. Die is voor jou. Oh ja, dankjewel. En kom aan, ze hebben het over Tony afbreken. Ben je gek? Maar goed, jongens. Dit was een hele progressievolle aflevering. Er is zoveel gedaan. Hey, Rick heeft een lighter. We hebben 2 nieuwe mensen die bij ons wonen. Het kasteel is van binnen basically helemaal af, eindelijk een keertje. In ieder geval de hele onderverdieping en de tweede verdieping, derde verdieping is bijna helemaal af. Maar goed, dat was voor vandaag weer de aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te abonneren en te liken. Heb je nou nog niet geliked, dan heb je een groot probleem, jongens. Heb je geabonneerd? Of heb je nou niet geabonneerd? Dan heb je een nog groter probleem. Reageer even, jongens. Moet ik belasting gaan vragen aan Rick en Noah? Moet ik aan alle andere dorpelingen dat ze minimaal 1 diamond per week of zo maar moeten betalen? Is het leuk? Is het misschien een leuke toevoeging? Misschien niet. Laat maar weten. Maar voor nu, kijk lekker het vorige content van deel. Hierin kwamen, weet ik wat er allemaal gebeurde. Hier heb ik het verdrag naar de zandtekst en de zandweg gestuurd. Allemaal andere leuke dingen. Kijk hem nog even. Dan ben je weer helemaal up-to-date. Maar voor nu, spreek ik later. Pas wel. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!